Dit is wel even gaaf om te laten zien, want een normaal pad is dit niet. Ik kan even een stukje naar boven lopen. De varens zijn er helemaal ingezakt. Gaaf, jongens. Let op. Als je vanaf daar komt, hierheen, dan lijkt dit op zich een normaal pad. Dat is het ook wel, zo'n klein struinpadje. Maar, let op. Als je doorloopt, dan ligt er een hele gigantische boom. Ligt er. Midden over het pad, en je ziet het, hij is begroeid met prikkels. Dus die ligt er al een tijdje. Oké, door de prikkels zou je er dus niet onderdoor kunnen. En dan gaan we eens even kijken. Hier is geen padje. Misschien dat er hier een is, ja. Dan kunnen we misschien waarschijnlijk, als hij er omheen leidt, toch nog naar dat pad. Ja, hij is helemaal glad. Oh, dat is wel jammer eigenlijk, want dan wordt hij meer gebruikt, als hij glad is. Even kijken, zo. Het is ook al omgeknakt. Wow, het is er helemaal overgroeid, jongens. Oh, wacht. Ja, dat had ons waarschijnlijk toch niet gelukt. Want als we dan daar onderdoor waren gegaan, dan had je hier terecht gekomen. Dus dat schiet ook niet op. Maar nu, kijk eens wat we hebben ontdekt. We wouden eigenlijk iets verder die kant beginnen. Ik denk, nee, laat toch maar eens eventjes deze kant heen gaan. Wow, kijk dit dan. De hele bos is eraf. Kijk dan, en overal van deze hele superlange prikkeldingen. Ik weet niet hoe lang die dingen maximum kunnen worden. Dat zal ik eens eventjes opzoeken op internet. Wacht even. Ik weet wel, het zijn behoorlijke woekerstruiken volgens mij. Oh, hier zit weer een hele dikke groene laag op. Kijk dan. Dat zie je wel eens die boomklevers doen. Die pikken daar allemaal van die beesten uit. Even kijken. Oké, wat is dat nou opeens? Oké, regen blijkbaar. Nou jongens, het nieuwe jaar is begonnen. Al een tijdje. En dit is weer zo'n dag dat we de pc niet hebben aangezet en in één keer naar buiten zijn gegaan. Oh, grappig jongens. Ik denk wel dat ik dat nou dit jaar meer doe als vorig jaar. Dat is wel heel erg fijn. Als je dan thuis komt en je zet dan je pc aan, dan is het ook echt een thuiskomgevoel, zeg maar. Wow. Even kijken jongens waar we nu precies zijn. Wacht even een rondomshot doen. Het ziet er op zich wel interessant uit. Heel even kijken, want ik hoor wel allemaal autogeluiden. Oké, die zitten dus net weer achter die heuvel blijkbaar. Oké. Nou kijk ik eigenlijk mijn ogen uit. Want ik had hier op dit punt eigenlijk veel meer mensen verwacht. Daarachteraan zit het bos gigantisch vol. Dus gewoon echt niet normaal meer hoeveel auto's daar staan. Maar ja, die gaan blijkbaar allemaal niet naar het bos. Die gaan ergens anders heen. Ah, volgens mij een kastanjeboom. Waar we nu onder staan. Wacht even, waar is de kastanjeboom gebleven? Heel veel kastanjebladeren, maar ik zie geen kastanjeboom. Zou ze die weggehaald hebben? Even kijken, dit is hem ook niet. Ja, hij is waarschijnlijk weggehaald. Wacht, dat is heel vaag. Overal liggen kastanjebladeren. Kijk dan. Volgens mij zijn dat gewoon kastanjebladeren. Waar komen die dan opeens vandaan? Wow, ook hier is de bos er helemaal af.
Even kijken. Nou, dat ziet er niet heel erg goed uit. Oké, dat is wel alvast een voordeel. Dat hier geen paden zijn die afslaan naar de linker- en rechterkant. Vooral niet naar de rechterkant. Dus dat is op zich ook wel mooi. Zo, het bos is echt kaal nu. Er zitten nog wel wat bladeren aan, een paar. Maar daar heb je nog echt alles mee gezegd. Nou jongens, prettig weekend, want het is weer zover. Wow, we zijn weer wat weekendvideo's aan het maken. Even eens kijken jongens. Aha. Oh, grappig. Is eigenlijk ook wel leuk. Wow, dat is nou de laatste tijd best wel vaak eigenlijk bij mij. Dan heb ik een soort van plan gemaakt. En dan ben ik in de buurt. Het gaat dus echt regenen. Het gaat dus echt regenen. Dan ben ik dus in de buurt van de plek, zeg maar. En dan ga ik toch in de buurt van die plek toch ergens anders kijken. Net als nu weer. Wow. Ze hebben het gezegd op de radio. Tussen de regenbuien door. En toen zette ik het ding af, toen ben ik weggegaan. Dat is het enige wat ik nog hoorde. Nou, oké. Als het dan maar niet keihard gaat regenen. Ja, hoor eens. Het gaat dus regenen. Nou, dat was dus aan de mensen al te zien, want iedereen kwam het bos al uit. Oké, nu is het weer gestopt met regenen. Nou hoop ik dat het maar een klein buitje is. Ja, wat nu? Oh, oké, zijn we hier dus teruggekomen. Ja. Ja. Even kijken, dit, hoe ziet dat eruit? Nou, dat wil ik over een paar jaar nog wel eens zien, hoe dat eruit ziet. Dat is ook wel grappig. Ah, wacht, kijk eens. Nu hebben we meerdere keuzes. We zouden hierheen kunnen gaan. Alleen op de een of andere manier bevalt me dat pad niet. Even kijken. Nee, dat gaat hem dus niet worden. Oké, dan gaan we hierheen. En dan gaan we eventjes kijken of dat we ergens die kant heen kunnen komen. Wauw, hier is het weer opeens heel erg groen. Grappig. Zo, gelukkig schiet het in de studio nou een beetje op. We hebben nog wat clips voor de zender kunnen maken, zeg maar. Die staan er dus op. En dan gaan we binnenkort eens eventjes kijken of we de computer helemaal redelijk leeg kunnen krijgen. Want nou zijn we achtergekomen dat we nog heel veel beeldmateriaal los hebben liggen. Wat dus ook nog op de PC staat, wat ook eigenlijk afgeschreven moet worden. En we hebben een, wat is het, 65 gigabyte of zo, 64. Zo'n stick gekocht, zo'n USB-stick. Dus daar kunnen we al heel wat op wegschrijven. Dus dat is ook wel mooi. Dus dan is dat van de PC af en dan kunnen we tenminste weer langere vlogs gaan maken. Wow. Laatst had ik hem al ongeveer tot de helft schoongemaakt, maar daar komt nou hopelijk waarschijnlijk meer bij. Maar ja, dat zullen we wel zien over anderhalf, twee à drie dagen. Hoe schoon die dan is. Wow. Even kijken. Kijk dan. Op zich rustig in het bos. Er staat ook maar één auto, tenminste hier dan. Oh, die andere parkeerplaats die zat van hier tot helemaal daarachteraan helemaal vol. Daar kon je helemaal niet meer bij. Oh, ik zit me eigenlijk een beetje af te vragen of te kijken van dat het hier zo groen is overal. Grappig. Oké, hier staat een pad aan rechtsaf. Even kijken, gaan wij dat doen? Geen idee, nu al. We willen eigenlijk een heel groot stuk gaan lopen. Maar nu hebben we twee keuzes, wacht even. Even goed kijken. Dat is een behoorlijk eind.
En als we hier rechtdoor gaan lopen, is het ook nog een behoorlijk eind. Dan zouden we er zo... Wacht, ik ga er zo heen. Misschien dat daar nog een padje is. Een grote steen. Oh, die valt al op. Als laatst nog in de avonduren was ik ongeveer ook op zo'n stuk. Stond er ineens zo'n reetje, stond er aan de zijkant. Dat verwacht ik eigenlijk hier ook al, want hier staan allemaal borden bij de weg van let op, oversteek het wild. Kijk dit dan. Oh, je zou niet zeggen in de wintermaanden. Wow, dit ziet er gewoon super strak groen uit. Oké, deze dus niet meer. Oh, dit was weer zo'n blubberpad. Oh, blijkbaar heeft het dus goed doorgeregend vannacht, blijkbaar. Het is hier echt allemaal drassig. Achterom kijken. Aha. Dat ziet er al een stuk beter uit. Kijk. En wel weer een stuk kunnen lopen. Heel erg interessant. Oh, ik ben eigenlijk steeds op mijn hoede. Want ik verwacht eigenlijk nu steeds mensen. Omdat ik echt gigantisch veel mensen gezien heb. Maar hier is blijkbaar, hier loopt blijkbaar niemand. Trekken ze toch blijkbaar naar één punt allemaal, hè? Oh. Ah, kijk. Daar zijn de eerste mensen lopen daar al. Daarachter, ik weet niet of jullie het zien. Oké, waar zijn ze nou? Daar dus. Dit lijkt me wel een oud pad van vroeger. Wacht even. Zo te zien wel, zo aan de bomenstructuur. Kijk maar hier zo. Maar wel, die varens zie je heel duidelijk dat ze alles hebben overgenomen. Maar het ligt helemaal plat nou. Dus die sneeuwval, of dat ijzer wat laatst is geweest, dat heeft alles behoorlijk plat gedrukt. Alleen dat normale gras, wat hier eigenlijk helemaal niet te vinden is, als daar de sneeuw opvalt, dat buigt helemaal mee, maar dat gaat weer gewoon normaal recht staan, zeg maar. Trouwens, dat gras, dat zie je helemaal nergens. Wow, heel apart. Wat een verschil. Ah, wat een verschil, echt wat een verschil. Wow. Ik wil bijna zeggen 100% verschil met waar we laatst waren. Ja, dat is het ook zeker. Dit is echt een totaal andere omgeving. Nu gaan we linksaf of niet? We gaan even kijken hoor. Waar zitten wij? Oké, hier zijn we uitgekomen. Oké, aan die kant heen. Gewoon een normale boswandeling maken. Om puur wat stappen te zetten. Eigenlijk meer niet.
Dan gaan we binnenkort nog eens eventjes kijken voor van de studio. Of dat ze een aparte chip kunnen krijgen. En dan kunnen we daar langere uitzendingen op bommen. Dat lijkt me ook wel vet om dat te doen. Moet natuurlijk wel goed gecontroleerd worden. Daar niet van. Maar goed. Je ziet het heel duidelijk. De varens zijn helemaal plat.